Welkom in deze RPL-studio, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Cor Bravour. Hoe is de oprichting van Cor Bravour tot stand gekomen? Meer een samenloop van omstandigheden. Een klein aantal echt muziekliefhebbers die elkaar troffen bij de bekende muziekwinkel van Vliet in Woerden hier. Die raakten met elkaar in de praat. De traditionele koren, daar begon het af te kalven. Van goh, misschien zou het leuk zijn om gewoon een huistuin een koortje met elkaar te gaan zingen. Nou ja, van het een komt het ander. Een keer bij elkaar komen en er komt er nog eentje bij en er komt er nog eentje bij. En uiteindelijk is daar Cor Bravour uit ontstaan. Dat is de basis. En uit hoeveel leden bestond het koor bij oprichting? Nou, bij oprichting weet ik niet precies, maar dat we echt een beetje gingen zingen, toen waren we met een mannetje of 11, 12 of zo. Toen gingen we eindelijk een beetje zingen. Cor Bravour heeft een behoorlijke naam opgebouwd in ons land en ook buiten ons land. Wat maakt jullie koor zo bijzonder? Dat is onze uitstraling. Niet het standaard kieltje en het petje en de zeemansuitstraling, die hebben wij niet. Wij hebben wel het water natuurlijk inmiddels in beeld, maar vroeger de bijtjes en tegenwoordig de golf. Dus dat maakt ons bijzonder. We wijken daarin toch wel af van de standaard shanty en zeemanskoren. Ons repertoire, wat is toch ook afwijkend van wat we vaak zien. De zeemansliedjes doen wij ook. De Kleine Café aan de Haven en Meisje binnen Zeeman, dat zingen we. Hartstikke leuk. Maar daarnaast hebben wij ook een heel ander repertoire. Ierse liederen zingen wij regelmatig. We zingen Country Roads. We zingen over de stad Amsterdam. Echt wel, ja, anders dan gemiddeld. En als koor, wij hebben bravoer. En dat maakt ons bijzonder. Dat bravoer, kan je dat handen en voeten geven? Handen en voeten, ja zeker. Wat ik net vertel, is eigenlijk al een beetje dat bravoer. Durven uit dat standaard stramien te stappen. En te zeggen van jongens, het hoeft niet altijd allemaal hetzelfde te zijn. Dat mag ook eens wat anders zijn. Durven je aan te melden voor dingen die een ander misschien denkt van ja, nee, dat doe ik maar niet. En zo zijn wij al op vele plekken gekomen. En dat doet ons goed. Ja. Er zijn natuurlijk tal van hoogtepunten geweest in jullie 20 jaar bestaan. Wat is jullie grootste hoogtepunt? Dat was niet bij Tante Truus in de Tuin. Dat was niet het grootste hoogtepunt, wel erg leuk. Maar als ik het muzikaal bekijk, wat ons grootste hoogtepunt was, dat is onze deelname geweest aan het Nederlands Koorfestival. Daar zijn wij uitgeroepen tot het beste koor van Utrecht. En dan niet het beste Chianti-koor van Utrecht, maar het beste koor van Utrecht. Want aan dat festival daar namen koren van diverse plumage aan deel. Dat waren popkoren, barbershopkoren, mannen, vrouwen gemengd, maakt niet uit, allemaal mee. En als je daar dan door de professionele jury als Chianti-koor uit Woerden wordt beoordeeld als beste, wauw. En daarnaast, en dat verraste ons iets minder, maar ook door het publiek als beste koor. Dus de publieksprijs namen we mee. Nou goed, dat is wel een stukje bravoer wat we hebben. Want we staan daar voor die zaal en hey, de mensen die gaan ineens meedoen. Dat is leuk. Dus dat was wel oké. Maar dat dan ook een professionele jury zegt van jongens, maar de kwaliteit van de zang, zowel a cappella als wel met begeleiding, dat is gewoon top. Dus dat is ons, echt wel ons hoogtepunt tot nu toe. Hè? Want ja, wie weet wat we nog gaan doen. Ja. Heel Nederland, waar ik heel de wereld, heeft last van de coronacrisis. Koren zeker ook. Wat heeft de coronacrisis voor jullie betekend? Wat we gewend waren de afgelopen jaren. We hobbelden van het ene festival naar het andere feest, naar de ene bruiloft, naar het andere, noem maar op. Overal waren we welkom en overal gingen we zingen op uitnodiging. En dat missen we allemaal. Wat we eigenlijk het meeste missen nog, is de gezellige donderdagavond dat we oefenen met elkaar. Dat is echt een avond, dat is een grote familie geworden natuurlijk, die dat hele koor bevoer. Daar zingen we. Maar goed, je kent dat, we hebben nog een derde helft natuurlijk. Na die tijd even gezellig praten, hoe is het met je oma en ga je op vakantie? Daar wordt wat bij genuttigd, soms zelfs wat bij gedronken.
Dus dat missen we eigenlijk allemaal wel. Het stukje, ja, hoe heet dat ook weer? Huidhonger of zo noemen ze dat tegenwoordig. Hè? Maar dat missen we allemaal wel. Uit hoeveel leden bestaat het koor nu? Het koor bestaat nu uit 44 leden. 44 actieve leden. En is dat redelijk stabiel gebleven? Dat is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven. Er valt dus 2 jaar vanwege de leeftijd. Of er gaat er een verhuizen. Of, nou, we hebben de afgelopen paar jaar hebben we wat jonge jongens erbij gehad. Echt heel erg leuk. Jonge knapen. Hebben we zelfs een rapnummer hebben we ingestudeerd. Een shanty met een rap. Heel erg leuk. Maar goed, die knapen worden ouder, krijgen verkering, gaan op de voetbal, krijgen kindjes en dat soort dingen meer. Dus heel jammer dat we er afscheid van hebben moeten nemen. Zien we later wel weer een keer terug hoor. Maar dat neemt niet weg dat wij met 44 leden nog wel ruimte hebben voor wat nieuwe leden erbij. Maar hoe hebben jullie de crisis verder beleefd in termen van het zingen? We hebben dat in eerste instantie geprobeerd via Zoom. Zingen via Zoom is een soort koude biefstuk eten. Ja? Je eet hetzelfde, alleen het smaakt niet zo erg. Dus dat hebben we geprobeerd. Maar dat lukt gewoon niet. En waarom? De ene PC is veel sneller. En de een zit in het toilet in zijn eentje te zingen. De tweede in een grote danszaal. Dus je krijgt hele verschillende klanken door elkaar heen. Dus dat hebben we een poosje volgehouden. Maar heel zag je het animo zag je afkalven. Dus zijn we opgehouden. Onze vindingrijke dirigent heeft daar wat anders op bedacht natuurlijk. Dus nu hebben we zitten elke donderdagavond nog wel op Zoom. En gelukkig zie je nu het aantal wat meedoet, zie je elke week een beetje stijgen. André zit achter knoppen thuis. Die schakelt voor iedereen het geluid aan of uit. Dus onze dirigente, zeer getalenteerde Jolanda, die zit thuis achter de piano. En die geeft even aan, jongens, ik zing nu even de tenorpartij. En dan wordt er gevraagd, willen de tenoren thuis zelf meezingen, zonder een ander het hoort. Dan is het de schroom is weg, dat een ander je hoort natuurlijk. Je hebt ook geen last van tempoverschil, dat jij sneller bent dan ik, want dat hoor ik toch niet. Dus sinds die tijd dat we dat doen, zie je zachtjes aan, zie je het animo weer stijgen. En daarna altijd nog even een uur napraten natuurlijk, dat is gauw klaar. Hoe hebben jullie het jubileum tot nog toe gevierd? Ja, bijzonder ook weer. We hadden natuurlijk liever lekker bij elkaar gekomen. En zowel in Woerden als wellicht op een andere locatie met elkaar eens even flink uit ons dakje gaan. Om die 20 jaar extra gevoel te geven. Maar met de maatregelen die allemaal wat beperkt zijn op dit moment, hebben we dat anders moeten invullen. Die donderdagavond, die al wel hartstikke leuk bezocht is, die wilden we toch nog wat meer geven. Dus hebben we al een week voorafgaand een actie, met name ook uit de koker van Ad gekomen, bedacht om bij iedereen op maandag of dinsdag, dinsdag is dat bezorgd, een envelop in de bus te laten vallen. Was al voorbereid even via mail van Denkerom, let op je post, want er komt iets. En toen is er een envelop in de bus gekomen waarin een keurige kaart zat met de uitnodiging om, bijna de verplichting om donderdagavond aanwezig te zijn bij de Zoom-sessie. Daar zat tevens een klein bravoertje in, hè, kruidendrankje, klein flesje, om dat op donderdagavond gezamenlijk, en dat is wel heel erg goed gelukt, gezamenlijk om 9 uur open te maken. Na even een felicitatie en een toespraak van onze voorzitter, hebben we met z'n allen dat flesje even achterover gekieperd en daarna nog een ander glaasje gedronken. We hadden 35 mensen online gisteravond. Nou, dat is echt een mooi aantal voor deze manier om samen te zijn. En we hebben een hele gezellige avond beleefd. Dus zo hebben wij tot nu toe ons 20-jarig bestaan vormgegeven. En wij hopen dat met de tijd nog eens eventjes weer fysiek op een andere manier invulling te geven. Ja. Ten slotte, voorzitter Ad de Goey, nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Zou je ten slotte nog een boodschap aan de kijker mee willen geven? Ja, zou je het mee willen beleven? Ja? Zoek eventjes www.bravoer.nl. Stap in, geef je aan als lid, kom aan boord en zing met ons mee. Tijd voor je leven. Ja.